Hallo, mijn naam is Galit van het ROC van Amsterdam. En in deze video zal ik jullie uitleggen hoe je ervoor zorgt dat studenten met bepaalde functies beperkt worden, zodat zij elkaar bijvoorbeeld niet uit de les kunnen verwijderen of elkaar niet kunnen dempen. Dat doe je als volgt. Stap 1. Je gaat naar het icoontje met twee personen erop, deelnemers weergeven. Stap 2. Bovenaan zie je staan deelnemers en daarnaast drie puntjes. Je klikt op drie puntjes. Dit kan overigens alleen degene die de vergadering organiseert. Je ziet vervolgens staan machtigingen beheren en aanwezigheidslijst downloaden. Wat wij nodig hebben is machtigingen beheren. Daar klikken wij op. Vervolgens kom je op een... Op de site vergaderopties van Microsoft Teams. Je ziet al staan, helemaal onderaan, wie kan presenteren. Op dit moment staat het op iedereen. En dit betekent dus dat iedereen binnen de vergadering elkaar kan muten, elkaar uit de vergadering kan gooien of het scherm kan delen. Om dat te voorkomen, klik je op iedereen. En selecteer je vervolgens alleen ik. En dan doe je opslaan. Nu ik alleen ik heb ingeschakeld, kan in dit geval Kader, waar ik mee aan het bellen ben, die kan mij niet meer muten, die kan ook geen scherm delen en die kan ook mij niet uit de vergadering gooien. Alleen ik kan dat. Dat is één. Twee, wat ook ontzettend handig is, wat Kader had opgemerkt, is namelijk dat af en toe studenten gewoon 10 minuten later of een kwartier later in de vergadering binnenkomen. En beginnen te schreeuwen van, hey meester, ik ben er ook, ik ben laat binnengekomen. Of ik ben er wat later. Om dit te voorkomen, kun je, bovenaan staat er, wie hoeft niet in de lobby te wachten. Op dit moment staat er personen in mijn organisatie. Dus alle personen in mijn organisatie, dus zowel de collega's als de studenten, kunnen de vergadering bijwonen. Zonder dat zij in de lobby hoeven te wachten. Wat je kunt doen is nadat de les begonnen is, dan wacht je even 5 minuten zoals we ook gewoonlijk op school doen. Ga je naar de vergaderoptie, dan doe je alleen mezelf. En dan vervolgens klik je ook op opslaan. Dan moet iedereen die daarna 5 minuten binnen wil komen in de lobby wachten. En dan krijg je een hele mooie overzicht van student X probeert binnen te komen. En dan is het aan jou als docent zijnde. Of je hem binnen laat komen of niet. Afhankelijk of jij de les al begonnen bent of niet. Ik hoop dat dit duidelijk was. En mochten jullie ergens tegenaan lopen, dan hoor ik het graag.